Goed nieuws voor automobilisten rondom Groningen. Vanaf deze week is een gedeelte van de Zuidelijke Ringweg weer open, waardoor bijvoorbeeld de stad vanaf Hoogkerk beter te bereiken is. Sinds vanmorgen is de weg weer open vanaf Hoogkerk. De oprit is open. De weg vanaf Hoogkerk richting Julianenplein is weer met twee rijstroken opengesteld. De afrit naar Laankops en Hoorn is open. En de aansluiting naar de Westelijke Ringweg is open. Dus aan deze kant van de stad Groningen is een enorme verlichting. Daar hebben we afgelopen weekend hebben we daar nog het asfalt op de zuidelijke baan opgebracht. En over twee weken, dus komend weekend niet, maar dan het weekend daarna, daar gaan we de Noordbaan nog een keertje afsluiten. Want dan komt daar het asfalt nog op. En dan is dit gedeelte achter mij in principe gereed. Tot donderdag kan er vanaf de Westelijke Ringweg niet richting Drachten worden gereden. Dat heeft te maken met het afronden van deze nieuwe oprit. Dit is natuurlijk een verbinding die ervoor moet zorgen dat mensen zonder enige obstakels vanaf de Westelijke Ringweg naar Drachten op de N7 kunnen komen. Want het hele Vrijheidsplein is zo ontworpen dat alle verkeer wat hier over dat Vrijheidsplein heen gaat of de belangsgaten, dat krijgt geen kruisend verkeer meer. Dus dat geldt ook voor deze. En je hebt er straks het verkeer wat dus van de Leo naar Sprengelaar komt of uit het Stadspark. Dat heeft een onderliggende weg om straks bij de Botonde, bij Laankorps en Hoorn, om daar de oprit richting de N7 te maken. Dus vandaar een scheiding tussen doorgaand verkeer en verkeer wat uit de stad Groningen komt. En zo ontvouwt de Zuidelijke Ringweg zich steeds meer en meer. Ik denk dat we het moeilijkste hebben gehad wat betreft het bouwen. Hè, want we hebben echt moeilijke kunstwerken, moeilijke viaducten. Dus daar hebben we de grootste wel van gehad. Maar we hebben natuurlijk volgend jaar nog een enorme grote afsluiting rondom de Zuidelijke Ringweg. Omdat we dan al die verkeersknooppunten, dus het Vrijheidsplein, het Julianenplein, het Europaweg, aan elkaar vast moeten koppelen. En dat gaat dan ongeveer een half jaar lang gaat het nog in beslag nemen. Dus dat zal nog een behoorlijke operatie gaan worden. Ja, de automobilisten zijn nog niet van jullie af eigenlijk. Nee, ze zijn nog niet van ons af. Dit jaar ook nog niet trouwens, want we krijgen de komende weken nog meer afsluitingen. Ook hier rondom dit Vrijheidsplein nog. Dus ze zijn nog zeker niet van ons af. We'll be right back.